Ready to have some fun? Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. In deze aflevering spreek ik met fotografe Roeltje van de Sande Bakhuizen. Ze is op dit moment bezig met een supermooi project genaamd Ode, ook wel het borstenboek genoemd. In het boek Ode wordt de borst, de vrouw, de mens geëerd door foto's, verhalen en gedichten. Roeltje zit op dit moment echt midden in de drukte voor het boek, waar natuurlijk een hele hoop bij komt kijken. Ze zegt precies wat ze vindt en is daardoor heel ontwapenend en eerlijk, wat ik super inspirerend vind. En ik hoop dat je door de opname heen hoort hoeveel dit project voor haar en zoveel anderen betekent. En hoe het zoveel meer werd dan een boek of een foto. Ze vertelt hoe ze om heeft leren gaan met haar hooggevoeligheid en er zelfs haar werk van heeft gemaakt. Ze is open over de highs en lows en over hoe ze door fotografie eindelijk het gevoel had ergens bij te horen. Verder hebben we het over wat er allemaal komt kijken bij het uitgeven van een boek en hoe ze dat heeft gemanaged. En over de man-vrouw hokjes. Want wat is nou eigenlijk vrouwelijkheid? Heel veel luisterplezier, hier is Roeltje van de Sande Bakhuizen. Ik ben Roeltje van de Sande Bakhuizen. Ik ben 27 jaar. En ik ben fotografe. En ik maak dingen. Je maak foto's. Mm-hmm. Nou. En creëer beelden. Mooi. Ik ben hier zo awkward in. Nu al gewoon. Gewoon instant gaat mijn brein soort van, Oké, laten we de allerdomste dingen ooit zeggen. En gewoon, let's go. Is helemaal niet erg. Ik sleep je er doorheen. Oké, okay, welkom luisteraars. Welkom. Je bent bij Roeltje van de Sande Bakhuizen Roeltje in de studio beland. Een beetje spannend, maar dat is helemaal niet erg. We gaan het gewoon hebben vooral over jouw mooie project, want je bent op dit moment een heel mooi project aan het doen. Ja. Kan je daar alvast even kort iets over vertellen? Ja, ik ben op dit moment bezig met het project Ode. En Ode is nu al mijn lievelingsproject. Oké, er gaan nog heel veel projecten komen, maar voor nu is het echt het mooiste project wat ik heb gedaan. Het is namelijk een ode aan de mens en het lichaam. En dat uit ik door de borst te fotograferen. Het is echt. Het wordt ook wel het borstenboek genoemd. Gewoon omdat dat makkelijk is. Maar het is veel meer dan dat. Mm-hmm. Want het gaat gewoon eigenlijk over het hele wezen en het bestaan. En de negatieve relatie tussen mens en lichaam transparanter te maken. Ik wil hem niet oplossen, want not God. Maar een bepaald bewustzijn te creëren dat mensen op een mildere manier, onder andere ikzelf, naar mijn lichaam kan kijken. En een balans te vinden tussen het ongenoegen en de liefde. Heel mooi. Ja. Super mooi project. Ik wil daar zo meteen echt alles over weten. Okay. Maar ik wil even beginnen bij jou. Want hoe is jouw pad gegaan? Hoe ben jij fotograaf geworden? Best wel weer apart, zoals het leven bij mij redelijk sowieso chaotisch is. Ik was er 120% van overtuigd dat ik orthopeed werd. Oh. Ik had namelijk inmiddels, 10 plus botbreuken op mijn naam. Ik dacht, dit kan ik. Dit is helemaal mijn pakken Jan. Ik weet hoe het is. En ik moet hier iets mee doen. Want ja, ik ben een professional botbreker. Dus dat was mijn pad op dat moment. En ik wilde ook gaan studeren daarvoor. Maar toen, na de middelbare school, toen besloot ik, iedereen ging een jaar ertussenuit en ging op reis. Dus ik dacht, nou, dat wil ik ook. Alleen in plaats van naar Zuidoost-Azië en Koh Phangan en al die full moon parties, ging ik naar Tibet in mijn eentje. Wauw. Ja, ik dacht, nou, laat ik naar Tibet gaan. Wat trok je daaraan? Ik heb geen idee wat daar
Het kwam opeens in mijn hoofd en toen dacht ik, dit is wat ik wil. Het is echt een fundament voor überhaupt hoe ik in het leven sta. Is die reis echt, ja, alles geweest voor me. Hoe lang ben je daar geweest? Een maand. En wat heb je gedaan? Rondgereisd en 10 jaar geleden was het alweer, jeetje meneetje. Ik heb heel veel rondgereisd en plekken gezien en heel veel tempels bezocht. Maar ook echt de Himalaya ingegaan. Mount Everest. Nice. Ja. Ik heb toch even gelaten om die Mount Everest op te gaan. Vond ik een beetje te veel. Nee, dus dat was echt een life-changing experience. Of nou ja, niet life-changing. Ik heb gewoon redelijk turbulente jeugd gehad. Ik ben op hele jonge leeftijd mijn vader verloren. En dat werd echt zo. Dat werd een beetje het ding van wie ik was. Oh, het meisje wat haar vader is verloren. En ik was daar eigenlijk ook wel een beetje klaar mee. Mm-hmm. Dus die reis was voor mij heel belangrijk om te maken. En ook de stroom van het boeddhisme. En hoe de Tibetanen met zoveel liefde in het leven staan. En alles met zoveel liefde benaderen. En uit alles kracht weten te halen. Zelfs de naarste situaties. En wat ik daar heel erg heb geleerd is, Zij bidden elke dag Om Mani Padme Hum. En dat betekent dat je wil van de lotus. Het hangt daar. Ja, dat staat op mijn enkel. Kijk, nice. Het juweel in de lotus. En de lotus staat voor pure zuiverheid. Dus hoe ik dat interpreteerde was, wees je eigen pure staat van zuiverheid. Maar niet dat je helemaal super puur en alles moet leven. Want, mm-hmm. Maar vooral dat je zo dicht mogelijk bij je eigen hart komt. En wanneer je vanuit dat gaat leven, dat alles daar ook in meestroomt. Mm-hmm. Dan denk je, oké, leuk verhaal, Roel. Wat heeft je fotografie hiermee te maken? Ik dacht, ik ga naar Tibet. Best een mooi land. Moet ik volgens mij even gewoon een mooie camera kopen en niet mijn snapshot, Canon cybershot snap ding. Dus toen dacht ik, weet je, ik koop gewoon een mooie camera. Ik koop een spiegelreflex. Geen idee wat ik daarmee moet. En gewoon hoe nog het werkt. Nooit eerder gefotografeerd, maar je dacht, ik doe dat. Nee. Nou ja, met dat cameraatje vond ik het wel leuk. Maar niet bewust of zo. Nee, want ik wilde orthopeed worden. Dus ik was daar gewoon niet mee bezig. En ik ben in een heel creatief gezin opgegroeid. Dus wat ik deed als boze puber was daar volledig tegen afzetten. Mm-hmm. En dacht, no way dat ik hier ook in meega. Ja, was dat de verwachting dat jij dat ook zou gaan doen? Of? Ja. Hm. Ja. Iedereen, ga je ook acteren? Nee. Nee, hou op. Ja. Dus ik was daar gewoon een beetje klaar mee. Omdat ik juist degene was die niet naar de set ging. Maar daar ook achteraf gezien, als je nu zo op de oude dag een beetje terugblikt. Maar daar gewoon heel alleen en verloren in voelde. Dus in plaats van het verdriet te voelen, ja, ga je er tegen afzetten en boos worden. Dat is de. Want je voelde je alleen en verloren als je daar was? Of omdat je de enige was die dat niet wilde? Nee, binnen het gezin dat ik gewoon de enige was die niet al. Weet je, mijn broer die ging heel vroeg al naar de set toe. Die was een heel jong acteur. En mijn ouders die stonden ook bijna altijd op de set. En ik ging gewoon naar school. En dat was saai. Ik had geen, in de ogen van een kind, ik deed er niet toe. Mm-hmm. Dus dat, als reactie daarop dacht ik, nee, ik ga gewoon lekker arts worden. Rot op allemaal. Maar vond je dat dan zelf, dat je er niet toe deed? Of? Ja, tuurlijk. Dat vul je allemaal zelf in. Mm-hmm. Nee, super liefdevol. Maar ik. Ja. Maar het interesseerde jou gewoon ook niet, die wereld? Nee. Ik heb nog steeds geen intentie om voor de camera te staan. Maar dat was gewoon een beetje. Ik creëerde mezelf ook als zwart schaap. Dus ik maakte van mezelf een zwart schaap, terwijl het allemaal wel meeviel. Maar ja, de belevingswereld op dat moment is dan van, oké. Tegelijkertijd wel heel trots op iedereen en heel veel liefde. En ik ging met heel veel blijdschap. Maar ergens krijg je dan toch een minderwaardigheidscomplex van, oh,
Ja, als je waarom? Voelt je gewoon alsof je er niet helemaal bij hoort dan misschien. Of zo. Ja, dat je denkt, nou, oké. Maar later heeft dat juist weer voor hele mooie dingen gezorgd. Lekker hak op tak. Waar waren we? Tibet, camera kopen. dus ik kocht die camera. En eigenlijk met die camera, geen idee hoe dat ding werkte. Natuurlijk gebruiksaanwijzing niet lezen. Ben ik door de land gaan trekken. En heb ik foto's gemaakt. En nou ja, naast dat die reis gewoon voor mij de vorm gaf hoe ik in het leven wilde staan. Toen ik terugkwam wilde ik nog steeds orthopeed worden. Maar eigenlijk na het posten van die foto's op Facebook. Van nee, ik ben naar Tibet geweest, yo. En de lyrische reacties erop. En dat zelfs een paar mensen zeiden, yo, kan ik dit beeld kopen? En dat ik dacht, wat? weet ik niet. Wauw. Ging daar, denk ik, is daar dan toch iets aangewakkerd. En in Tibet merkte ik ook wel dat ik de magie en de schoonheid die ik daar ervaarde en dat ik dat dan kon vangen in een beeld en dat ik heel goed kon vastleggen wat er op dat moment door mijn hart ging, dat merkte ik wel dat ik getriggerd was van, oh, dit is eindelijk een taal die ik kan spreken en dat mensen me eigenlijk ook begrijpen. Mm-hmm. Weet je, in dat vanuit dat minderwaardig is en dat ik nooit echt begrepen werd. En oh, roetje. Ik was heel druk, ik was heel dromerig. En nooit niemand begreep me eigenlijk echt. Het was, mm-hmm. Ik deed altijd wel mee met iedereen, maar van binnen heel alleen zijn. Ja. En nu kon ik opeens een taal spreken die ook echt van mij was. Dus dat was al heel vet. Ja, super mooie ontdekking. Ja, dat was echt. Maar toch, nog steeds dacht ik, oh, ik ga studeren. Nou, die studie heb ik 1,5 maand volgehouden. En toen was ik zodanig slecht erin dat ik gewoon ook maar weer ben gestopt. En toen werd. Ik vond het ook niet leuk. Verschrikkelijk. Ik vond het. Nee, was helemaal niet mijn ding. Dus. Ja, en toen heb ik gezegd, oh, ik ga de studie van het leven doen, namelijk mezelf ontdekken. En dat heb ik redelijk lang volgehouden. Door gewoon bijbaantjes en te werken. En toch werd ik wel gelonkt naar die fotografie. En mm-hmm. Ging ik ook voor mensen een beetje fotograferen. En had ik een keer mijn schoonzusje Tine gefotografeerd. Met een bureaulamp en een zwart dekbedovertrek. En een andere bureaulamp. En gingen we beeld creëren. En dat werden eigenlijk gewoon best wel vette foto's. En merkte ik ook mijn fascinatie voor belichting. En dat ik dacht, wow. Als je dus dit en dit zo zet. En dan creëert het die schaduw. En dan belicht je dit goed. En dan daar. Dus ik raakte helemaal gewoon met echt huistuin en keukengerei. Gefascineerd door het vangen van het beeld. En dat wat je. Ja. Hoe je iets in je hoofd dan kan creëren op beeld. En eigenlijk is toen een beetje het balletje gaan rollen. Dat mensen zeiden, hey, kan je ook foto's maken? Kan je ook mm-hmm. foto's maken? En het was technieken waren echt niet genoeg, helemaal nergens op. Maar mensen zagen wel al mijn blik. En ja. mijn gevoel wat ik deed het vastlegde. Mensen hadden wel deed het die. Zaten wel van, wow, Roel, je foto's zijn wel vet. En ze begrepen wederom de taal. Mm-hmm. Dus dat was heel bijzonder. En eigenlijk is het dus een beetje. Ja, dat is echt natuurlijk helemaal niet oké om te zeggen. Maar een beetje per ongeluk is mijn carrière. Ja, hoezo is ontstaan. Dat niet oké? Nou, je hebt heel erg gedreven fotografen die vanaf de 13e en dit en dat. En ja, het is een beetje. Ik heb het per ongeluk ontdekt. Maar het was wel opeens iets wat. Totaal bij mij aansloot. Ja. En dat was te gek. En zo ben ik gewoon doorgegaan. Heel veel trial and error. Mm-hmm. Ik ben heel erg vaak heel hard op mijn bek gegaan. Op wat voor manier? Fouten maken, lelijke foto's, als in gewoon rare technische. En ik heb ook heel veel, heel erg lieve, geduldige mensen gehad die dan maar weer in de studio kwamen. Want op een gegeven moment.
Had ik een heel erg goed betaald bijbaantje. Veel te veel geld verdiende voor iemand die nog thuis woonde. Dus kon ik mijn eerste studio set aanschaffen. Gewoon zo'n goedkoop flitser setje. Nou, en dan ging ik thuis priegelen en doen. En zo het een beetje ontdekken. En ja, dat is toen eigenlijk een beetje zo doorgegaan. En je hebt nooit iets van les genomen of... Nee, voor fotograferen eigenlijk niet. Gewoon dingen lezen, YouTube-filmpjes en heel veel hard op je bek gaan. Ja. En ik bedoel, inmiddels weet ik wel wat ik moet doen en de instellingen en dit en dat. Maar ik ben niet een super... Je hebt heel erg technische fotografen die precies weten welke afstand... Jezus, nu zou ik zelfs term moeten noemen. Nou, dat is... Maar die het echt hebben over brandpuntsafstand. Nee, en dan moet je die belichting in dit en 45 graden. Ja. Ik weet wel wat ik doe, maar bij mij gaat het meer om het beeld. En hoe ik dat creëer, ja, dat zien we dan wel. Sorry, luisteraars die heel erg van mij verwachten dat ik... Nee, iedereen doet het op zijn eigen manier, denk ik. Het is, en alleen het is... maar tof dat je eigenlijk zonder al die technieken blijkbaar al zo'n... soort van oog had of een iets waardoor je toch die foto's kon maken. Want ik, als ik zo'n camera voor mijn neus heb, dan zie ik inderdaad al die instellingen en dan denk ik, geen idee. En dan word ik daar al panisch van. Maar toch gewoon een soort van, zonder het allemaal te weten hoe het moet, door het proberen. Gewoon heel veel proberen en googlen. Ja, en gewoon... Ik denk het beste wat ik ook mensen vragen van... ja, maar hoe ben je dan zo ver gekomen en hoe doe je dit allemaal? En het enige wat ik kan antwoorden is... durf keihard op je bek te gaan. Mm-hmm. En echt niet dat ik dat heel makkelijk deed en dacht... oh, ik ga nu op mijn bek, maar... en heel veel paniekaanvallen daar ook over gehad. Maar juist ook om die grote middelvinger naar iedereen en alles te hebben. Hoe bedoel je? Door gewoon scheid te hebben aan wat anderen denken. Mm-hmm. Ik heb altijd wel een beetje de van... fuck jou. Ja. Doe het op mijn modus manier. Gehad. Ja. Altijd wel die... van ik doe gewoon wat ik wil. Mm-hmm. En ik ga erin door. En een doorzetter. En dat is ook niet altijd positief. Maar wel... het brengt me wel op plekken. En dat doorzettingsvermogen is wel handig. Ja. En paniekaanvallen, zei je? Waar ligt dat... aan? Met wat voor momenten? Een heel, heel, heel gevoelig mens zijn die heel veel dingen absorbeert en heel veel daardoor heel perfectionistisch is. Het heel graag goed wil doen. Dus dat staat ook weer heel haaks op de scheid hebben aan alles. Ja, ik ben een redelijk ingewikkeld mens. ik heb heel veel last gehad van heel veel paniekaanvallen. Op dit moment is het rustig, maar ik kan dat nog steeds als het te druk wordt of te stressvol of als er te veel wordt verwacht, dan kan ik daar heel erg met faalangst in doorschieten. En gewoon, ik wil het gewoon goed doen en om mensen tevreden te stellen en tevreden te houden en... Mm-hmm. Gewoon het mooiste samen creëren. En dat soms ga ik mezelf daar dan in aan voorbij. Ja. Ja. En dat heeft ook te maken met een totale overprikkeling. Als ik die krijg, dan... Ja, je voelt gewoon alles wat iedereen dan... Ja, ik voel letterlijk gewoon alle gevoelens van iedereen komen binnen. Ja. En dat heb ik al sinds jongs af aan hypersensitief. Dus ze hebben er een naam en een hokje voor. En heb je een manier gevonden om daar beter mee om te kunnen gaan? Want dat hou je natuurlijk ook geen 10 jaar vol als het altijd is. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Als in mijn creëren is eigenlijk ontstaan vanuit die hooggevoeligheid. Omdat ik die taal van gevoel vast ging leggen. Dat is echt het allerbeste ooit. Ik heb gewoon... Ik weet even niet meer precies hoe ik het heb gedaan, maar het is mijn werk geworden. Dat ik in elke shoot mijn gevoel kan uiten in samenwerking met de ander. Want ik voel ook wat die ander voelt. Dus... Super mooi, ik krijg er een beetje kippenvel van. Nee, heel mooi. Dat je inderdaad dan iets in die ander voelt. Of ik kan het niet goed beschrijven zoals jij. Maar dat je dat in elke foto kunt leggen en dat met iemand samen dus kan doen. Ja, het is ook denk ik...
wat mijn portretten maken, is dat het echt een samenwerking is. Het is een samen creëren. En dat is niet gewoon leuk, een beetje make-up en foto en poseren. Nee, het gaat zoveel dieper. Ik neem ook altijd even de tijd om iemand te leren kennen en echt even te denken van, oh ja, oké, wacht, op welke lijn trillen we? Mm-hmm. En welke frequentie zitten we? En daarop aan te passen. En dan samen eigenlijk die zoektocht, klinkt een beetje zweverig, maar ik ga het toch zeggen, de zoektocht naar de ziel te vinden. En hoe, in welke aspecten zit die ziel? In welke verhalen zit dat? En hoe kan je dat in een foto vangen? Mm-hmm. En dat is, dat doe ik helemaal niet alleen. Dat is echt een samenwerking. Maar daardoor komen al heel veel foto's ook over. En is de feedback die ik vaak krijg van, wow, ik voel bijna wie diegene is. En dat is ook echt het grootste compliment wat ik elke keer kan krijgen. Omdat dat precies is wat ik wil bereiken. Ik wil heel erg een echtheid vangen. Mm-hmm. En een dat je de verbinding voelt in de foto. Dat je je ook kan verbinden met die persoon. Ja. Als je naar de foto kijkt. Ja, supermooi. Ja. En lukt dat altijd met mensen? Of is het soms ook, sommige mensen hebben natuurlijk ook een soort muur om zich heen gebouwd. Hoe ga jij daar dan mee om? Het is niet altijd makkelijk. En soms ben ik ook niet volledig tevreden. Maar het lukt eigenlijk bijna altijd wel om een punt van aanhaken te vinden. Gewoon, het gaat erom dat je samen iets vindt waar het ligt. En dat is ook, daar heb je heel veel zelfonderzoek voor nodig. Heel veel zelfreflectie. Waar ik ook heel erg doorheen ben gegaan. Veel. Met 2 burn-outs op mijn naam. Dan kan ik vertellen dat wel. Dat je dan heel erg naar jezelf gaat kijken. Maar daardoor ook heel veel in jezelf kan reflecteren. Van, oh ja, wacht. Oké. Dat je dingen herkent in de ander, bijvoorbeeld. Ja, en daar een bepaalde kwetsbaarheid in deelt. Het gaat uiteindelijk namelijk om een kwetsbaarheid delen. En daar de ander het vertrouwen in te geven om die kwetsbaarheid te kunnen delen. Ook al is het 1%. Ik heb die 1% nodig voor een mooie foto. Ja. Dus dat is altijd wel een zoektocht. En dat is denk ik met jouw project, Ode. Dat is mijn hele ziel. Ja. Dat is gewoon, mijn hele ziel ligt daarin, denk ik. En mijn hart en alles. Ode is in 2016 is dat ontstaan. Al best wel lang geleden, eigenlijk. Ik wilde het ook in 2016 uitgeven, maar toen kwam het leven ertussen. Maar, en ik ben ook heel blij dat ik het niet heb gedaan toen. Het is in 2016 ontstaan toen ik in een redelijk ingewikkelde fase zat met mezelf. Een paar dierbaren om mij heen ook niet zo heel lekker gingen. En het verwaarloosd van je lichaam redelijk een goede thematiek was. Ik weet even niet meer precies hoe ik nou. Ik denk, ik heb altijd een fascinatie voor borsten gehad. Omdat het gewoon naast een heel sensueel iets, vond ik denk ik het mooiste dat het mensen leven gaf. Dat het naast een seksueel object waar het in eerste instantie aan gelinkt werd, was het voor mij altijd van de zachtheid en de warmte en de geborgenheid. En hoe ik vroeger, als ik verdrietig was, gewoon mijn hoofd op mama's borst legde. Mm-hmm. Om tot rust te komen. Ja. En dat de wereld dan even heel klein werd. En dat gevoel, dat fascineerde me. Die veiligheid. Dus ik denk daar een fascinatie. Plus hoe, ja, dat ik gewoon merkte hoe we in een fase leven waar iedereen zo kwaad is op zijn eigen lichaam en zoveel oordelen heeft. Terwijl, ja, want je zegt, bij jou uitte dat in het verwaarlozen van je lichaam. Ja. Hoe denk je dat daartoe in relatie staat?
Nou, ik was eigenlijk vooral gewoon op dat moment heel erg ongelukkig en heel verdrietig. En mijn veilige haven, het ouderlijk huis, ging opeens weg. En dat was de veiligheid. Dus ja, dat was een beetje... Dat huis letterlijk ging weg? Of, Ja, gewoon we moesten eruit en het moest weg. En het was, ik kon daar altijd nog thuis komen. Ik woon inmiddels in Den Haag, maar het was wel mijn... Ja, zo'n vaste... Zo van, hey, hallo. En ook waar ik in op ben gegroeid en waar ik met mijn vader nog heb gewoond en zo. Dus dat was een hele grote klap. Nou ja, dan is gelijk zo'n deal daarvan helemaal weg. En toen begon het eigenlijk door gewoon de hoeveelheid stress dat ik heel erg af begon te vallen. En eigenlijk ook in die periode merkte van, hey, als ik niet eet, dan voel ik geen emoties. Dat is chill. Dus vanuit daar dacht ik, oh, wacht, oké, ik ga dus minder pijn voelen als ik minder eet. En mensen gaan vervolgens heel erg complimenten geven. Wat heel scheef is, ik nog steeds heel scheef vind. Over hoe goed ik eruit zie, terwijl ik me heel slecht voel. Oh ja, dat is ook heftig dan, ja. En toen in die wake-up call, waar ik door mijn fysiotherapeut... die kende me ook inmiddels 10 jaar, maar die zei op een gegeven moment... Roel, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar doe maar gewoon niet. En dat was uit zo'n vreemde hoek. Ja, fysiotherapeut. En zo recht door zee van... Wauw. Luister meid, gaan we even niet doen, hè? Dat ook in instant een wake-up call was van... Oh, wacht, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En er was niet mensen die dichterbij je stonden die... Ja, maar daar luisterde ik niet helpen. Ja, daar luisterde ik allemaal. Gewoon omdat het uit zo'n onverwachte plek kwam. Dat het zo onverwacht was. En toen werd ik opeens heel bewust van mijn eigen lichaam... en hoe erg ik er eigenlijk voor moest zorgen... en hoe belangrijk het is dat je... Weet je, ik vraag niet of je in één klap van jezelf kan houden... want daar doe je je hele leven over. Maar een bepaalde mercy voor je lichaam wat zo hard werkt... om gewoon bloed rond te pompen... wat ook niet super vanzelfsprekend is. Want mensen jou in leven houdt. Ja, letterlijk. Ja. Dacht ik opeens van... fuck, hier moet ik wel... Oh, sorry, mag ik schelden? Ik scheld heel veel. Je mag schelden. Oh, sorry. ik moet hier veel beter voor gaan zorgen. Ja. En tegelijkertijd ontstond dat project ook van... maar hoe kan ik de diversiteit eigenlijk laten zien... en hoe oké we zijn? En, en dat in combinatie met de fascinatie voor het menselijk lichaam... wat ik nog steeds vanuit dat orthopeed... Heb ik toch nog een beetje... Toch uiteindelijk een beetje mijn medische kennis. En de borsten, de geborgenheid voor mij. De veiligheid. Hoe kon ik dat tot een één ding maken? Nou, dat werd het borstenboek. En is dat... Hoe is dat ontstaan? Is dat, want je zegt inderdaad gewoon een moeilijke relatie met je borsten. Hoe dacht je, nou, dan ga ik daar dan toch foto's van maken? Ja, gek genoeg heb ik met mijn eigen borsten ben ik altijd gewoon oké geweest. Als in, vond ze niet goed, vond ze niet slecht. Ze waren er, ze waren een onderdeel van mijn lichaam. Maar hoe ik dat in beeld ben gaan vangen. Het is eigenlijk gewoon ontstaan van... Ik heb een oproep gedaan op social media. En heel veel mensen reageerden. En ik had, voor ik het wist, had ik al het eerste boek vol. Ah. Het was gewoon, was er opeens 77 vrouwen die dat gewoon wilden doen. Dat wilden doen. En waarom denk je dat er zoveel mensen zijn die dat willen doen? Heel veel ook uit een bepaalde trots. Van, hey, dit zijn mijn borsten. Ze mogen freaking love zijn. It. Ja. Maar ook een paar die toen al, toen het project eigenlijk nog helemaal niet zo vol was als nu, al voelde van, wow, maar dit gaat over een ode aan het lichaam. En ik wil dit voor mezelf doen. Ik wil deze drempel over. En mensen voelden zich al gewoon erg op hun gemak bij mij. Ik heb ooit een compliment gekregen van een vriendin van me die zei, Roel, je bent de enige vrouw en eigenlijk de enige persoon die mij zo snel uit de kleren krijgt. Omdat ik altijd ook heel veel naaktfoto's al maakte. Omdat ik gewoon die fascinatie voor het lichaam had. Dat was daarvoor al wel. Ja. Alle vriendinnen. Ik denk dat alle vriendinnen wel een keer bloot zijn geweest. Moest ik weer een foto. En dan moest ik weer iets creëren. Mm-hmm. Ja. Ja. Wat was ik aan het zeggen? Ik was iets aan het zeggen.
Ik denk gewoon... Borstboek. Ja. Nou ja, dat is toen ontstaan. En dat was toen al een heel groot succes. En ik wilde het ook toen uitgeven, maar toen ging dat even niet. En toen had ik het op de plank gelegd. En het is er altijd wel een beetje van gekomen, maar toen... Want je had toen wel al die foto's, maar nog niet het boek gemaakt. Nog niet, nee. En ik had, of nou ja, ik was ondertussen een jaar op de Willem de Koning aan het doen. Omdat ik dacht dat ik wilde studeren, maar dat is niet gelukt. En daar moest ik een boek voor maken. Dus daar is het uit ontstaan. Okay. Oh, dus eigenlijk vanuit een soort schoolopdracht? Nee, want het idee was er wel daarvoor al. Alleen wist ik niet hoe het moest. En toen, in december, toen ik deze opdracht kreeg, dacht ik, oh ja, kan ik dit doen? Dus het was wel twee vliegen in één klap. Lekker makkelijk. En toen had ik ook al heel veel teksten binnengekregen. Want ik wist toen ook al, het boek komt gepaard met teksten. Ode komt gepaard met teksten, odes. Die geschreven zijn vanuit mannen en vrouwen. Voor het lichaam en voor het bestaan. En specifiek ook van de mensen die op die foto's staan? Nee, of gewoon helemaal los van elkaar. En dat idee had ik toen ook al. Bij mij is het nooit alleen een foto. Het liefst, ik wil het liefst alle zintuigen prikkelen. Ik wil muziek erbij. Dus er was toen ook al door een supergoeie muzikant. Het waren 77 vrouwen die ik de foto's heb gemaakt. Maar ik had ook een kort filmpje gemaakt. Want dat wilde ik editen met muziek eronder en een tekst eronder. En toen hebben schrijvers allemaal teksten geschreven. Die muzikant had prachtige gitaarmuziek voor onder dat filmpje geschreven. En dus het filmpje waar alle vrouwen bewegend in beeld komen. Om te laten zien dat het ook levend beeld is. Ja. Om nog meer de hartslag te ervaren, zeg maar. Klinkt dat vreemd? Nee, maar toen had je dus dat filmpje. Ja. Even denken, we hadden het over die teksten. Die zijn er nu nog bij. Ja. Heb je dat filmpje nog? Gebruik je dat nog of helemaal niet? Nou, dat was versie 1 in 2016. Mm-hmm. Toen heeft het een paar jaar op de plank gelegen. En eigenlijk vorig jaar ben ik heel erg ziek geworden door een maagbacterie. Dus was mijn lichaam weer opeens even, maar dit keer niet zelf besloten. Maar we waren niet zulke hele goede vrienden. En dat was zo'n heftige impact op me, hoe je lichaam zo niet eigen kan voelen. Met een super jonge levensenergie en het lichaam van een bejaarde. Oh, ja. En dat eigenlijk daardoor is die motivatie voor het boek weer begonnen. Dat ik dacht, nee, we gaan het van de plank halen. Want naast dat ik mensen wil stimuleren om de zelfliefde te creëren voor het lichaam zoals het op het moment is, niet zozeer het komt, maar gewoon hoe het is, wil ik ook het stimuleren, het bewustzijn stimuleren en creëren dat je goed voor je lichaam zorgt. En ook als het je grootste vijand is op dat moment. Dus toen kwam het boek weer van de plank. En toen begin dit jaar heb ik het echt opgepakt door een grafisch team te benaderen. En te zeggen, hey, let's go. Ja. Dit moet er komen. En hoe heb je dat team verzameld? Want je bent een crowdfunding actie. Ja, dat is allemaal zelfs in januari Glitter Studio. Dat zijn twee hele toffe meiden uit Den Haag. Echt, ze maken fantastisch werk en ik kende ze via. En we hadden kort daarvoor ook samengewerkt voor een theaterposter. Dus ik merkte al dat ik dat een hele fijne samenwerking vond. En toen dacht ik, ja, maar wacht, laten we dit gewoon doen. En na die eerste bespreking ben ik het een beetje op gaan pakken. En toen is er dus officieel een deel 2 gekomen. Waar ik in eerste instantie maar 22 vrouwen erbij wilde shooten. Maar dat liep een beetje uit de hand. De aanmeldingen liepen uit de hand. En uiteindelijk zijn het in plaats van 99 borsten, zijn het 120 borsten geworden. 120 paar lichamen. Ja. Ik heb er in totaal 147 mensen heb ik voor mijn camera gehad. Maar ik heb er niet iedereen erin gedaan. Waarom is dat? Omdat ik sowieso keuzes moest maken qua... Ik had maar een aantal stuks papier. Oh, ja. Als in...
Ik had bekeken wat ik het mooiste aantal zou vinden. En daar moest ik gewoon eigenlijk bij blijven. Niet wetend dat er zoveel aanmeldingen zouden zijn. En ik wilde de diversiteit heel erg breed houden. En er was... dit is echt een van de moeilijkste dingen die ik heb moeten doen. Maar dat was op een gegeven moment merkte ik dat er een bepaalde maat heel veel aanwezig was. En dat zou heel erg haak staan op de boodschap die ik wil uitbrengen qua diversiteit. Dus heb ik helaas wat borsten moeten schrappen. Vond je dat ook moeilijk? Oh, ik heb gehuild. Ik vond het het ergste ooit. Omdat het voelde alsof ik mensen passeerde. En dat is dan wederom die angst dat ik mensen teleurstel. Terwijl, ja, tegelijkertijd wil je gewoon de beste versie maken. En het beste verhaal vertellen. Ja. Dus heb ik dat gewoon moeten doen. Dus er zijn heel veel identical twin boobs. Heel veel. Dus luisteraars, wees niet bang. Je hebt een identical twin boob. Oh, dat is ook leuk. Iedereen een echt. Identical twin boob. Zou je eigenlijk daar een soort site voor moeten starten? Ja. Find your identical twin boob. Ja. Ik vind het echt een goed plan. Ja, nee, maar het is echt absurd hoeveel soorten borsten je denkt. Oh, ik ben uniek. Het is niet zo. Je bent niet uniek. Niemand is uniek. Nee. Maar zelfs met je borsten ben je niet uniek. Want zelfs mensen zeggen, oh nee, maar ik heb een super specifieke moedervlek. Er waren letterlijk 3 met dezelfde moedervlek op precies dezelfde plek, met precies dezelfde grootte, met precies dezelfde tepels, met precies dezelfde vorm borsten. Bizar. Het was heel absurd. Maar dat is het inderdaad. Je denkt vaak, ik ben apart. Of misschien ook wel veel vrouwen die denken, zoals het bij mij uitziet, dat is raar. Of dat is niet zoals het hoort of niet normaal, maar blijkbaar. Nee, Nee, ik zou mezelf bijna een professional willen noemen. Behalve dat je natuurlijk alle artsen hebben die nog meer borsten zien. Maar nou, je hebt wel echt gewoon gedegen onderzoek. Ik heb wel goed onderzoek gedaan, ja. Ik heb wel echt... ik heb mijn research wel binnen, ja. Nice. Ja. Hey, en hoe gaat dat nu, dat uitbrengen van een boek? Hoe doe je dat? Wow, ja. Dat is heel vet om te doen. Het is hetzelfde als een kind baren. Misschien iets minder fysieke pijnen. Heb je al wel eens een kind gebaard? Ik heb geen kind gebaard. Maar ik kan me er dingen bij voorstellen. Nee, het is echt letterlijk het groeien en dan het baren. En dat, ik weet even niet in welke fase. Volgens mij zit ik nu in de weeën. Fase. Want je hebt het wel al naar de drukker gebracht. Ik heb het naar de drukker gebracht. Dus dat het is een soort van uit jou... Ja, de persweeën zijn begonnen, ja. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Het is er nog niet. Nee. Maar, ja. hele geinige vergelijking dit. Maar hoe is het om een boek te maken? Nou ja, het scheelt dat ik natuurlijk al een voorsprong had dat ik al het een en ander had gecreëerd. Mm-hmm. Maar... ik had nooit durven dromen dat het nog zoveel meer gelaagdheid zou krijgen in de afgelopen maanden. Want waar het begon als een project van oké, hou van jezelf en zelfliefde, is dit zoveel meer geworden. En ik heb zoveel mooie mensen in de studio mogen ontvangen en zoveel verhalen gehoord en zoveel liefde gedeeld. En het werd niet eens meer, even een boek maken. Het werd een project van... samenhorigheid en verbinden en mensen met elkaar ook weer laten verbinden, maar mensen vooral met zichzelf laten verbinden. En ik denk, ik had nooit durven dromen dat ik zoiets zou doen. En dat jij die motor daarvoor bent. Ja, dat ik dat dat ik dat zou bereiken. Mm-hmm. Ik heb gewoon momenten gehad waar ik... De shootdagen waren redelijk vol. Ik had er dan 15 op een dag. Dus Het was redelijk. En dat in plaats van... dan had ik braaf van... nou, dan wacht je even op de gang. En op een gegeven moment stond ik met 7 vrouwen in de studio. Wil je op de gang? Nee, joh, maakt niet uit. En ook een hele onzekere vrouw zei... nee, ik ga gewoon ervoor. We zijn allemaal vrouwen. We gaan gewoon voor. Mm-hmm. En zichzelf blootgaven aan mij... en het merendeel van de vrouwen kende ik niet eens. Ik bedoel, tuurlijk heb ik allemaal vriendinnen opgetrommeld. Maar er staan 120 mensen in dit boek. Mm-hmm. En dat was opeens echt vanuit Groningen en vanuit Limburg. Ze kwamen overal vandaan. Een lange reis voor
mijn boek en mm-hmm. om samen deze boodschap te maken. Ja. Dus naast even natuurlijk een drukker zoeken en een uitgever en een grafisch en de layout is het veel meer. Het is ook niet. Het is niet een boek. Het boek is puur een beetje het fysieke mm-hmm. gedeelte van dit project. Maar het is een project. Het is een verhaal echt. Ja. Dus ja, dat is best wel cool. Eigenlijk. Heel cool. Nee, ik zie ook dat het je raakt. Ja, ben je trots op jezelf? Jij hebt dit wel allemaal ontwikkeld. En dus al die mooie ontmoetingen laten ontstaan. Ja. Ik denk dat ik het nog allemaal niet zo goed besef. Maar ik denk dat ik uiteindelijk wel heel trots ga zijn. Ik ben nu nog een beetje in een... Een blur. Ja, je zit er nu middenin in de soort complete van. Drukte. Ja. Ja. Maar heeft het jou veranderd in die zin? Ja, absoluut. Ik weet nog niet, ik kan misschien nog niet helemaal in woorden vatten hoe. Naast dat het een ontzettende drive heeft gekregen. Ik sprak begin juli een paar mensen die zeiden... Nou, je gaat echt niet lukken om in oktober een boek uit te geven. Heel moedig van je om dat te denken, maar... Gaat je niet lukken? Nou ja, dat tegendeel heb ik bewezen. Want het gaat in oktober uitgegeven worden. Maar naast in het proces van het ondernemen en mensen benaderen... een project en budgetteringsplan opstellen. Ik bedoel, super profi. Mm-hmm. En gewoon constant nadenken, constant plannen, constant... heel praktisch dingen indelen, ben ik heel erg gegroeid in het ondernemerschap ook. Maar ik ben ook ontzettend gegroeid als maker en als mens. En dat had ik niet voorzien. Dat ik veel beter mezelf kan profileren als maker. Het is ook niet alleen fotografen, want het is meer. Mijn fotografie is niet alleen foto's. Het is... een verhaal willen vertellen. En dat... het ethische kantje ontdekken. En hoe belangrijk ik het vind om... dat... ja, ik heb echt de thematiek in mijn fotografie ontdekt. En hoe dat heel erg eigenlijk altijd gaat over het samenvinden van een unieke zijn en zelfliefde. En hoe je samenwerkt naar zelfliefde toe. En dat heb ik in de afgelopen tijd wel echt ondervonden. En daardoor ook milder naar mijn super perfectionistische zelf. Mm-hmm. Ik ben veel milder naar mezelf geworden. En als mens of als maker dus ook? Of? Beide. Ja. Het druppelt in. Kijk, ik als maker ben ik als mens. Mm-hmm. Dat gaat heel nauw samen. Dat is heel erg onhandig ook. En dat kan soms heel erg irritant zijn. Maar het is tegelijkertijd wel ook mijn drijfkracht en mijn stempel. Ja, absoluut. Dat gaat helemaal, dat vloeit helemaal door elkaar. Ja. Dus nee, ik ben gegroeid als mens en als maker en als fotograaf. En als gewoon het creëren van een iets. Mm-hmm. En dat heb ik nooit zo eerder met zoveel... drive ondervonden. En dat je echt vol voor iets gaat. En ja. Niet stopt. Zelfs als je slaap daar... erg aan ten onder gaat. Maar op een positieve manier. Ik bedoel, heel veel slapeloze nachten. En op een gegeven moment ook begon ik een beetje te hallucineren. Omdat ik echt slaaptekort had. Oef. Maar wel nog steeds van... ja, maar ik wil dit maken. Mm-hmm. Dat je er zo vol van bent. Oh, ja. Ja. Maar dat is ook... ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar als je nu... straks ben je klaar met dit project. En ja, hoe kan je... want het klinkt al echt als een soort van levensproject. Oh, wat nee, ga je daarna doen? Heel veel meer ideeën. Oké, okay, goed zo. Nee, ik ga hierna... staat op de planning met ook weer Glitter Studio. Want zij hebben dus geholpen met de vormgeving van het boek? Ja, zij hebben de vormgeving gedaan in het boek...
die echt super vet is geworden. En betaal jij hun een bepaald bedrag? Of ja, doen zij samen met die... Okay. Nee, ik betaal ze dus wel dat gewoon. Zit gewoon in de crowdfunding, zeg maar. Ze werken er wel heel hard voor. Ja, maar dat is toch lastig als je zo'n passieproject start. Dan moet je inderdaad met crowdfunding mensen... Je weet nog niet hoeveel geld je gaat krijgen, nee, misschien. Ja, het is ook... het is je spaarpotje gaat eraan. Oh. En dat is even dat je denkt... Oh ja, wacht even... hoe gaan we dit oplossen? Gewoon heel veel erbij shoots blijven doen en blijven werken. Maar aan de andere kant denk je... Ik ben heel erg van... What goes around comes around. En ik... ook al moet ik een bijbaan erbij nemen... Het komt wel goed. Het is, geld is niet het leven. En het is soms wel even dat ik denk... Oh, fuck. Maar ja, dan... Verzin ik wel weer iets of ik eet gewoon een week lang soep. En dat is ook helemaal oké. Geld is uiteindelijk ook maar een vorm van energie. Ja. En het gaat om de balans in die energie vinden. Ja. Dus nu spendeer ik heel veel energie, letterlijk en figuurlijk. En dat komt, vindt ze weg ook wel weer terug. Ja, sowieso. En ik zou het niet erom laten om dit project niet op aarde te zetten. Mm-hmm. Als in, ik wil gewoon dat dit bij de mensen thuis komt. En zelf verdien ik er geen zak aan. Maar het is voor mij belangrijker dat al zijn er 2 mensen die dit boek lezen. 1 iemand die dit boek leest en denkt... Oh, wacht even, ik kan mezelf hierin herkennen. En daarmee zichzelf kan erkennen. Het gaat om de herkenning en daardoor de erkenning. En dat is wat ik wil bereiken. Voor de rest... I don't care. Het komt wel. Nice. Zien het wel. En sorry, je was net aan het vertellen... Je hebt een nieuw project, een nieuw plan met... Ja, dus ik zit niet stil. Ik ga denk ik een weekje even een soort van pauze houden en slapen vooral. Maar het is nog een hele kleine sneak peek. Maar er komt ook een ode aan... nu gaat het over de vrouwelijke energie. Het is niet speciaal een ode aan de vrouw. Grotendeels in het boek zijn vrouwen, maar niet iedereen. Mm-hmm. En de volgende... er komt een project wat een ode aan de mannelijke energie wordt. En okay, hoe dat zich gaat vormen en uiten, dat moeten mensen geduld hebben. Maar daar zitten wel leuke dingen aan te komen. Tof. Ja. En je zegt niet iedereen is vrouw. Misschien moet je dat voor sommige mensen even uitleggen. Ja, ik vind het sowieso... Ik vind de hokjes man-vrouw... We leven in een heel erg nieuw tijdperk. En natuurlijk zijn er geslachten. Maar het gaat ook... Inmiddels zijn we allemaal fluid aan het worden. Mm-hmm. En ik vind dat best wel... Heel erg vet en fijn in wat voor generatie we ook komen en wat voor tijdperk we komen. Omdat het uiteindelijk om het goddelijke wezen gaat. Het gaat om het wezen, om het zijn. En ja, dit is echt super spiritual talk en boeddhistische. Maar dat is wel dat ik denk, het gaat heel erg om de kern van wie je bent. Dus dat vind ik ook belangrijker in dit boek. Ik heb 2 mannen erin staan die borsten hebben gekend. En die hebben laten verwijderen en daar een vrijheid mee vonden. Mm-hmm. En ik heb ook mensen erin staan die, ja, die zichzelf niet man of vrouw noemen, maar gewoon zichzelf. Ja. En dus daarom ben ik ook, probeer ik... heel bewust een ode aan eigenlijk het lichaam is het vooral. Ja, want liep je daar tegenaan in het proces? Want het was misschien eerst een ode dan aan de vrouw? Of? Het was in eerste instantie een ode aan de borsten. Maar gedurende het proces en mooie gesprekken die ik heb gehad, veranderde dat. Omdat het veel meer om... Ik merkte ook, het ging niet om de borsten. Het ging om datgene wat erachter zat, het hart. Ja. Ik heb ook vrouwen die... door ziekte hun borsten hebben moeten laten amputeren. Maar dat maakte ze niet minder... Dat maakte ze nog maar eigenlijk het wezen wat ze zijn. Dus ja, in die zin ook vond ik die diversiteit ook heel belangrijk. Dat iedereen het verhaal kent van, oh ja, wacht. Ja.
Er is ook één tekst in het boek wat een ode aan de mannenborst is. En dat vind ik heel vet gedaan. Ja. Dus dat, ja, het loopt, mag allemaal. Dit boek is zeker een vraag naar meer naar jezelf kijken. En dan vooral de vrouwen die negatieve relatie meer hebben. In percentage is dat gewoon meestal het geval. Maar ook de mensen die opnieuw naar zichzelf leren kijken. Maar het is ook een verbinding tussen de mensen. Gewoon dat we meer met elkaar verbinden. En meer elkaar gewoon als mens gaan zien. Mm-hmm. Zonder alle hokjes. Weg met de hokjes. Weg met de hokjes. En free the nipple. Free the nipple. Ja, nee, supermooi. Dus eigenlijk zijn we nu zo ook hierdoor bij de soort van slotvraag gekomen. Want ik heb altijd een doorgeefvraag. En die stelt dan de vorige geïnterviewde aan de volgende. Oh. En ik heb vorige keer Femke Hermans geïnterviewd. Zij is theatermaker. En zij vroeg zich af wat voor jou ultieme vrouwelijkheid dan is. Nu in deze tijden vol genderneutraliteit. Oeh, daar moet je ik mag even goed over denken. Ja hoor. Het gaat, ja, ik benader het eigenlijk meer vanuit de yin en de yang, de mannelijke en de vrouwelijke energie. En hoe die stroomt. Maar daar maakt eigenlijk in welk lichaam die stroomt, maakt niet uit. Het is meer wat er op dat moment aanwezig is. Maar wat nou echt een vrouwelijke energie is. Ja, of vrouwelijkheid. Vrouwelijkheid, ja. Wat is vrouwelijkheid? Ik vind dit echt een super moeilijke vraag, eigenlijk. Ja, je zou dan zeggen een bepaalde zachtheid, maar dan tegelijkertijd is die net zo goed bij mannen. Dus dat, er is geen hokje aan te geven. Nee. Het is. Ik vind het wel mooi wat je zegt met die yin en die yang. Ja, die kunnen in elk lichaam in bepaalde mate zijn. Ja, natuurlijk. Want je koppelt zo snel bepaalde de zachtheid of de sterkheid is mannelijk vrouw. Nee, totaal niet. Weet je, zijn super krachtige vrouwelijke energieën die net zo goed kunnen stromen. Ik vind het heel, heel moeilijk om te beantwoorden, omdat ik zelf een beetje een soort van in het midden leef of zo. Of althans, zo ervaar ik het. Ik ben vrouw, ik voel me een vrouw. Maar tegelijkertijd ben ik ook altijd one of the guys. En ik kan er geen antwoord op geven. Ik kan me heel vrouwelijk voelen als ik in een hele hoge energie zit. Als in een soort zachte lentebries. Dat is eigenlijk voor mij vrouwelijkheid. Ik weet niet waarom, maar het is meer een gevoel dan een beeld of een. Mm-hmm. Ja, misschien is dat dan ook gewoon wel meer menselijkheid dan echt vrouwelijkheid of zo. Ik weet niet, want wat is mannelijkheid? Wat is echt mannelijkheid? Ja, geen idee. Je hebt natuurlijk stereotypes, maar ja, verder alleen dan die dat hele stereotypes, daar ben ik dat klaar mee. Nou, ik ben er niet klaar mee. Ik vind helemaal niks. Als mensen heel erg super manly man willen zijn, wat manly man is, go for it. Als mensen super vrouw, als mensen hokjes willen, go for it. Maar het enige wat ik denk, als jij in jouw hokje wil zitten, dan moet je zeker doen. Maar heb altijd respect voor een ander, wat diegene gewoon zijn keuze is. En dat, ik had dat gesprek laatst nog, gewoon. Het enige wat ik zou willen is dat mensen gewoon ieder lekker zijn eigen ding laat doen. En als dat niet in jouw hokje past, helemaal prima. Ga even boodschappen doen, gaan we het anders doen. Maar don't judge another one, weet je. We zijn uiteindelijk allemaal één, want we zijn allemaal mens. Want er stroomt bloed door ons lichaam en dat is de checklist van mens. Oké, check. En voor de rest, doe lekker je eigen ding. Want we zijn ook allemaal individuen. En we hoeven helemaal niks aan te trekken van een ander. Nee. En dat is het enige. En dat is eigenlijk het enige wat er telt. Dus wees... Weet je, ik zeg altijd in Lakesh. Dat is een hele belangrijke spreuk voor mij. Die ik ook heb getatoeëerd op mijn lichaam. In Lakesh.
Dat is de Maya die begroet elkaar. En dat betekent, ik ben een andere jij. En dat is ook wat het is. Ik ben een andere jij. We zijn allemaal één. En in die eenheid zijn we allemaal onszelf. En dat is het enige wat ertoe doet, denk ik. En ik denk dat iedereen zich vooral daarmee moet bemoeien van dit. Ja. Het zijn. Heel mooi. Ja. En dat is ook waar het boek eigenlijk over gaat. Gewoon het zijn. Dank je wel. Ja. Wil je nog iets anders kwijt over het boek? Of over waar kunnen mensen jou vinden? Had ik nog iets anders moeten vragen? Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk weer heel veel zitten praten. Ik weet niet eens meer wat ik heb verteld. Ik denk dat het wel ergens op sloeg. Over het boek. Wat belangrijk is, koop het boek. Als je dit wil ervaren. Als je het niet koopt, is het ook goed. Dat vind je net zo leuk. Je kan vanaf nu kan je het boek pre-orderen op www.odeboek.nl. Dan, als je het nu bestelt, krijg jij in begin november krijg je het op de deurmat. Of in je kast of aan de muur. Of je komt het ophalen op de lancering. De lancering vindt, als het goed is, 27 oktober plaats. In Amsterdam-Noord. Oké, heel misschien 3 november, maar dat hangt nog een paar dingen af. Dit evenement zal ook aangekondigd worden. Ik zal daar. Dus misschien kunnen ze je volgen op Facebook. Ja, ik denk dat het allerslimste om te doen is, volg me op Instagram. Daar post ik het meeste. Facebook ben ik een beetje vergeten. Heb ik ook, ja. Ja. Zo gaat dat. Ja, ik weet niet. Het is gewoon, meh. Ja. Volg me op Instagram. Roeltje VDSB. Maar als je Roeltje intypt, er zijn vrij weinig Roeltjes. That's me. Yo. En kunnen ze nog iets storten voor je crowdfunding? Oeh, ja, natuurlijk. Ik heb nog 10 dagen tot crowdfunding is afgelopen op voordekunst.nl. Ja, welke datum is dat? Want dit wordt ik iets later uitgezonden. Ik heb geen idee. Over 10 dagen is helemaal niet het... mijn telefoon om te kijken. Ik zit ook naar mijn opnameapparaat nee, te kijken. Ook niet. Over 10 dagen is het 23 september. 23 september. Oké, dat is al vet snel. Maar bij het pre-orderen van het boek steun je mij ook. Kijk. Laten we het daar gewoon op houden. Top. Doen we dat. Dat is het beste. Heel erg bedankt, Roeltje. Jij bedankt. Heb ik het goed gedaan? Dat was hem. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. Ze is zo eerlijk over niet alleen de positieve, maar ook de mindere momenten in het leven. En hoe deze er juist voor hebben gezorgd dat ze dit prachtige project heeft kunnen maken. Toen de microfoons uit waren, heeft ze nog zoveel mooie verhalen verteld die horen bij de borsten in het boek. Ik denk echt dat het Roeltjes openheid is waardoor deze mensen zich zo bloot durfden te geven in niet alleen lichaam, maar ook hun verhaal bij haar kwijt konden. Dus ga dat heel gauw bekijken. Volg Roeltje op Instagram, steun haar voor de kunst crowdfunding, dat kan nog maar tot 23 september, of pre-order het boek. €5 van elke aankoop gaat naar Pink Ribbon, dus dat is natuurlijk ook nog mooi om erbij te vertellen. Toen we dit interview opnamen was ze nog even onzeker over de lanceringsdatum, maar dat is dus 3 november geworden. Dus wil je daarbij zijn, check dan ook even haar Instagram. Als je iets van dit gesprek meeneemt, hoop ik dat het is dat er in kwetsbaarheid zoveel kracht ligt. Roeltje is daar echt een groot voorbeeld van en het inspireert mij ook in de manier waarop ik werk. En bijvoorbeeld deze interviews doe, waarbij ik net als bij een foto echt een connectie met iemand probeer te maken. Maar ook als je op een podium staat of zelf thuis iets creëert, het gaat denk ik om wat je wil communiceren en dat je daarin de connectie met de ander en zeker ook met jezelf kunt leggen. Ik wil Roeltje heel erg bedanken en luister volgende week zeker weer, want dan komt het gesprek online wat ik live in Tapas Theater voerde met Anouk Beugels, Christian Seikens en Mark Sewald over de toekomst van het theaterlandschap in Nederland. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers. Thank you.